Ik ben Claude Duchateau. Ik ben de 1e juli begonnen in 1959. En ik ben geëindigd de 5e oktober 2001 als chef-meestergast. Ik ben dus Karin. Ik word 50 dit jaar. En ik heb hier van 1980 tot 2008, tot de sluiting, gewerkt als arbeidster. Mijn vader werkte hier, mijn moeder werkte hier. Dus het was vanzelfsprekend dat ik hier ook kwam werken. Ik ben Guk Halil, wonend te Gent sinds 1968. Ik ben hier behoost eigenlijk de 23 juni, ik ga dat nooit vergeten. Want mijn vrienden waren op schoolreis, gingen naar schoolreis. En ik was al 3 maanden getrouwd, van mijn 16 jaar. Ik ben Merlang Lilian en ik ben 70 jaar. En ik ben begonnen in Nuke in 59. En mijn 14 jaar ik heb in het Vlaams op mijn huis gestaan. Ik ben Chismele Kaya. Ik woon in Gent en werd van 81... tot en met sluiting bij UCO. Ik ben Doris, ik ben 58 jaar en ik ben hier begonnen als arbeidster in 1993 tot het einde, dus de sluiting, eind 2008. Hij was droog toen ze in de taart, dus voor transportbank, voor de koolmanen, visnetten voor de visserij. En toen ze nog voor autobanden, voor die wijndroos erin te maken, daar leerde ik wat. Ik ben 53 jaar. Ik ben behost, ik kan geen wijn ook getreden. Maar ik kwam van de Brusselse buurt. En ik moest al door een half uur van de Brusselse buurt naar hier te voeten komen. Ja. Ik had wel een tram, ik kreeg meer geld voor een trap. Dat waren allemaal meisjes, ik geloof dat er rond de 18 waren toen. Het waren meisjes die om 3:30 moesten opstaan. Aan 14 jaar, dus bestond de kinderarbeid nog in die tijd. Voor mij was dat 6 dagen op hier. We hebben nog geweest van 7 dagen. Hij was 6 dagen. Dus ik nog moeten werken tot 9:30. Ploegsteam. Ene dag is niet hetzelfde gelijk andere. Bijvoorbeeld, als jij 's morgens weinig slaapt en om 4 uur moet opstaan om 5 uur aan uw werk te zijn. En dat is een zware lange dag, eerlijk gezegd. En bijvoorbeeld maandag, dinsdag en woensdag om 4 uur op te staan, perfect. Maar vanaf donderdag begint je dat voelen. En vrijdag zijn je uitgeput. We hebben een hele periode gehad dat we de zaterdag ook gevraagd werden om te komen. Omdat er zoveel werk was. En dan kwamen wij de zaterdagmorgen ook op in de vroeg. Dat was een beetje ouderwetse machines van de jaren 30. Eerlijk gezegd, de jaren 30 en 40, niet meer. Bijvoorbeeld als je een namiddagploeg, als we begonnen te werken, bijvoorbeeld dat was iemand die de zaal keust, bijvoorbeeld machines met de planning keust, en die was ook met zijn spuit was aan de plafond afblazen. Hè. En bijvoorbeeld, hij moest verder doorwerken, die machines, de productie moest verder. En hij zei, dat was gelijk een mist, zo'n uur gelijk een mist. S'avonds, na 9 uur, 10 uur, als je thuis komt, rond 11 uur hè, kun je je ogen niet meer open doen van de stof, zogezegd. Dat plakken en bijna zie je niets meer. En waar we me altijd voor. Dat van die stoven, hè. Een jongen moest nog zijn schoen wassen, een jongen altijd voor. Je zat er in die baden, een jongen in de winter wordt dan al verbrand door die chemische producten in die baden. En een jongen krijgt hem er proper van mee zuiver bleekwater af te wassen. Dus natriumhydroxide van 80%. Dus zij zo dit bedoelt, moet altijd aan de was. Dat gewoon niet, hoor. Ja, je gaat in een boterham kakken er niet nodig, hoor. In de winter, dat we allemaal kruiden op mijn handen. Maar ik heb er geen last van gehad vandaag. Ik heb een speciale ziep. Einde van de iedere ploeg, moesten wij onder een douche, hè? Moesten wij. Ah ja, als je bijvoorbeeld zo goed zomer weer, als het goed weer is, hij werkt 8 uur aan een stuk. Hè? Ah ja, uw hemd is open, word je allemaal een beetje blauw van. In de jeans zet altijd, word je altijd met blauwe handen. En moest je onder de douche. En bijvoorbeeld, als je je neus een beetje kust, hè? Dat was ook allemaal zo blauw, toch echt waar. Iedere dag zet dat verstopt. Die geur blijft in de kleren hangen.
Zelfs ik nam mij al een dag een douche op naar huis gingen en toch, die geur, dat zit in uw neus. Wij moesten een oordopje dragen, ja. Dat, eigenlijk, zijn die verplicht waren, moest wel dragen. Anders, na 10 jaar, word je doof van. In ons afdeling, we hebben geluk gehad dat er niet te veel lawaai was. Maar die mensen die in de tijd in de spinnerij werkten, voor 75, er stonden er 96 continu's. En dat was geweldig veel lawaai. En in de tweede rij was er ook veel lawaai. En in de weverij, dat was echt niet te doen. Er wordt iets veel gezegd in elkaar, dus moesten het thema koers uur staan klappen. En lawaai, oh, dat viel mee. Het meeste lawaai maakten wij. Ik heb ook een vriend gehad, hij wilde een kleine stof nemen en hij was zijn pink kwijt. Die machine stopt niet. Dat was een machine die, ik denk, 30, 45 minuten draait, eer dat dat stil viel. Dus bij de afleveringsrol wordt dat er vuiligheid gezien op die rol. Hij wilde naar pakken en toen is hij eigenlijk met zijn arm daartussen geraakt. En dat is, zijn vel is totaal afgesloofd geweest. Met zijn andere arm heeft hij zijn hand willen uittrekken. Maar met die tweede normen is hij de ruk ingerookt. Hij heeft er uren ingezeten. Toen zijn ze zelfs met klaars moeten komen. En zijn die rollen moeten eigenlijk kapot trekken voor hem er van thuis te krijgen. En die mens is bij zichzelf gebleven gangs in een tijd. Hij passeerde gestudeerd fabriek. De eerste seconde wist ik niet. Ik stond te kijken, dat was een stofwolk die daarop kwam. Ik zeg, wat mankeert hier? Ik sta voor de machine en ik sta te kijken. En na 2 seconden, ik kijk, mijn vinger bloedt gelijk in een kip. Hè, als je kop van een kip is, nee, dat bloedt ook zo. Dat is even hetzelfde. Wij deden zo 20 kilometer per nacht. Dus om een duur zeggen ze, die mensen gaan we een driewieler geven. Zo een handicapfietsje. Omdat je niet moet vallen. Ja, je moet tussen die machines rijden. Je moet zien dat je bijvoorbeeld de stof niet kapot maakt met je stuur en al. Die fiets moest evenwichtig blijven. Dat je op de bord kon schrijven. Bezig dat je op je fiets zat. Dat waren automatische babijnmolens. En toen zag ik de 9 april 1964 de eerste Turken hier in de Nuke en aan een ploeg gehad. Ik heb met raadburgsmaskers gewerkt. Met verschillende jongeren. Hè. Heb ik een hot contact met die jongen? Ja, natuurlijk. Dat wel, ik heb dat veel kennissen en vrienden door hier. Ik heb een collega die was meestergast, die woont in Lovendegem. En ik zie hem om de jaar een keer, ik stuur hem een keer bericht. Het overvloed aan personeel, denk ik, was van andere afkomst en dat ging goed. En wat we wel zagen, was dat die solidariteit tussen die Turken groter was of tussen de Belgen. Dat ik wel ondervonden daar. Maar we hadden ook collega's die echt gelijk zo broeren en zussen waren. Hè, En ik denk, door die mensen, wij hebben jarenlang kunnen volhouden. Ik heb geen hot contact mee. Dus ik heb het zelfs naar mijn huis. En als je ze de meugd ziet, en dan mang meugd erbij zijn, en mijn mang is erbij, dan krijg je even draadzoontjes, of dat ik draadzoontjes krijg. Dus ja. Want onze laatste meestergast, ploegbaas, die ging met pensioen en we hebben hem een keer naar een Turkse restaurant gaan eten. En hij heeft zijn dochter en vrouw ook meegebracht. En we hebben hem een keer getrakteerd. Het was geen moeilijke job, maar ik werkte met vrouwen. En dat was wat anders. We zijn niet van hun niet moesten naar, hoe het zitten. We zijn niet goed gewerkt, alleen we zouden een boel niet goed was en gezaaid hulden. Het zong de niet aan, en toen was het verkeerd. En toen zo in de nacht klap achter u. Nou, dat is moeilijk. Mijn vrouw net altijd, zo toe is met veel zijn. Ververij was niet voor de vrouwen. De batteurs, de mengelzaal, de kaarden. Omdat dat zwaar werk was.
Dat was een zakken opheffen van 40, 50 kilo soms. Soms van 60 kilo. Ik heb een keer de boel stilgelaten. Van kleurdienst moesten, kwamen al hollen weren. En ze moesten zamelen op een drooi. Maar waar moesten we naar die bank de kaak? Ik hoorde zien dat die bank de neen kleupte. Dus op die rollen stonden er twee verschillende banken. Dus ik zei dat het niet goed was, dat moest weer keer. Ik had een appel opgegeten en dat ik me tot mijn 14 jaar naar school geweest. En de deed die in de ploeg zat op de 17 jaar. Ik kwam van de confectie en dat was daar echt altijd een gespannen sfeer. En werd er altijd opgejaagd tot en met. Dat was mijn chronometer dat ze naast u stonden. En ik kwam dan hier terecht en ik werd direct gewaar. Dat was veel losser. En veel aangenamer om te werken. Oh ja, we konden nog een keer lachen en koffie drinken in het begin. Later werd het een beetje, ja... Er moest veel gestempeld worden op het laatste en dat was dan niet meer zo leuk. Maar over het algemeen, we konden nog wel goed lachen. Of er werd ook mee gezongen met de radio en zo, ja. Had alles wat dan moest. Nou, we hadden een koffie zetten, een ijskast, we hadden een radio. En iedereen was vriendelijk altijd. En vandaar dat ik hier op mijn knieën gezeten heb voor hier te mogen blijven. Ik heb de laatste 15 jaar in de weekend gewerkt. Als 's avonds thuis voetbal was, was mijn hoofd daar. Dan een keer sms'tje naar de zoon. Hoe zit de match? Een wedstrijd. En ik weet het nog, een keer begonnen, maar dat was meer symbolisch. De Baron Bruin stond erop. Dat er nog vervoer was met paarden, met een kar. Dat heb ik ook nog geweten, dat was in 59, 60 nog. In het begin, dat ze twee vrouwen behoorst, moesten we de kaal erop kruisen. Dat is toen volledig leeg. En we met vonen naartoe en we moeten maar aan het vragen. Wat dat hadden we, het was vleu. Dat was vergeven van de vleu. Ik vroeg aan die Ronnie, en gaat dat ook? Ik ben nu nog, zegt hij. Het anders kwam dat been, zegt hij. Dat ze geen biest zijn, hoor. Ronnie, de meeste gast. En als ik pas in Weverij was, André Dont, dat was onze ploegbaas, die was een strenge mens, echt een strenge mens. Dat kan zijn, dat was minimum 3800 truiden. Tot maximum hier in Weverij 6600 traden. Ik moest één knopen en dan blijft een stuk of 8 traden over. Hè. Hij komt kijken en zegt, weeft hem door, herbeginnen. Ik moest 3 keer herbeginnen, dezelfde machine, doorweven, afsnijden, tot 0 draden over is. Ah ja, ja een van onze bazen moest een keer naar Turkije. Marokko of ja. Turkije. En die had powerwash meegedaan, maar dat ziet er juist uit gelijk drugs. Dus en ik had tegen hem gezegd, heb je daar papieren van mee? Baba, nee, zegt hij, dat moet niet. Hetzelfde daar zo, het gietje zat vast. Op de luchthaven. Op de luchthaven. Ik wilde dan stoom opzetten, voor die een ketel uit te kuisen. En ik kreeg gans die verf uit die ketel, vloog naar omhoog en op mijn kop. Ik zat volledig onder de blauwe indigo verf. En toen moest ik bij een lave bandje was met puur bleekwater, maar naar mijn kop. Dat was allemaal zuiver in die geur. Ik was voornamelijk aangesteld om te wassen, in de eerste plaats. En stak een keer iemand zijn hondenmand binnen voor te wassen. Die hondenmand was verschrikkelijk vuil. Dus die machine binnen waar, met wat waspoeier erbij, dat hadden we ook staan. Goh, en ik zag dat al tijdens de was. Ik zei, miele kuk, het is precies zeg, dat er daar iets uitgekomen is. En na dat zwieren, dat was al die moes, die was daar, die mand was, waarschijnlijk was er daar een haatje in geweest. En dat was opengegaan en al die moes die zat in die machine. Ik zei, jong, gaat u om een andere hondenmand moeten gaan, wat? Ja, ik had een vriend, Didier. Die heeft een keer een hesp tussen mijn boterham gezet, 's morgens vroeg, voor mij te kloten. Een varkensvlees, zo gezegd. En ik wist niet, 's morgens
Ik zei, ik ga rond 7 uur te 5 uur te werken. En rond 7 uur een hap boterhamje met koffietje. Ik bijt en ik zei, wat riekt er hier? En dat stond achter de machine te lachen achter mij. Dat heb ik meegemaakt. En dan werd dat gestoonwashed. In het begin was dat allemaal met stenen. En daarna was dat met gemalen puimsteen. Grote wasmachine. Dus we hadden één van 20 kilo, dan één wat er van 10 kilo. En dan een stuk of twee van 6 kilo hadden we. En dat draaide je al dat constant, al 4. Ik vind het spaat dat de maïs die hier gewerkt moet weg zijn. Dat vind ik spaat. Het waren nog jongere maïspa. En die maar 30 uur hier werkte. En die eet niet meer, hè. Die van 0 tot 14 jaar hier werkt en eet niet meer, hè. We hebben nog contacten, maar veel contacten zijn we kwijt. En aan de andere kant zijn we onze werk kwijt. Dat is het belangrijkste van al. Ik vind het wel spaatig dat zo'n bedrijf kapot gegaan is. Dat vind ik wel spaatig. Ja, om een duur de laatste jaren hier bij ons waren fout op fout opgestapeld. Die eerste kwaliteit was aan het verminderen. En de tweede keus, derde keus en de vodden verorderen. Maar dat kost zo niet. En 2-3 keer per jaar werden we samengeroepen. Dat hier ging slecht gaan. Gelijk Mark en Spencer zijn hier weggegaan. Ik wou graag 4/5 beginnen werken. Dus ik zeg haar dan een keer vragen of dat mogelijk is. Ja, zegt ze, dat is natuurlijk mogelijk. Maar ik zou nog een beetje wachten, zegt ze, dat ik van u was. Want er staat iets te gebeuren. Daarmee wisten we al, eigenlijk al het een en het ander. Maar de laatste jaren, bijvoorbeeld, veel jonge gasten zijn bijgekomen. Hè, die met weinig opleiding of die gewoon geen interesse hebben. Dat ze gewoon hier een beetje rondlopen voor geld te verdienen. Voorbeeld, hè. Verwaarloosd. En dat is zo, dat bedrijf is gewoon verwaarloosd. En wij moesten, als daar een tandwiel kapot was, wij moesten dat laten lassen en veilen. Hè, dat hij weer opsteken, dat gaat weer jaren mee. Maar de laatste jaren, voorbeeld. Kapot, in de container en nieuw bestellen. Maar ik herinner mij nog goed de laatste dag, want ik heb daar tot laatst moeten blijven in het labo. En iedereen was al naar huis. En dan heeft Claude tegen mij gezegd, dat was onze laatste mes. zegt hij, ga maar naar huis, zegt hij, want het heeft geen nut dat hier nu nog blijft tot 8:15. Ik heb dan alles bijeengeraapt en de kleedkamer was volledig verlaten. Voor de laatste keer naar mijn kleerkastje, waar ik al die jaren mijn kleren in hangen heb. En, allee, dat was echt, ik had een heel raar gevoel, een slecht gevoel. We hebben de plannen al een keer gezien en al het een en het ander hoort. En ik vind het goed geen als ze mee gaan doen, maar lijkt ze gaan de leien weer opengooien, geloof ik. En, dat is de leien nu. De lieve. En een fietspad maken, een wandelpad. Ja, ik vind het wel goed. En het komt hier weer werkgelegenheid dus. Ja, ik vind dat een goede zaak. Hè. Dat hij verwaarloosd wordt of uitbreken. Dat kan, als wij niet kunnen werken, andere mensen kunnen erin werken. Dat is ook iets. Hè. Dat is een heropleving van onze waken.